Goed positiespel nu bij RKC met Van Peppe. Braber. Zo voetbalt RKC makkelijk door. En hier zie je de kans en ook het doelpunt van Josefsson. RKC staat op voorsprong in de 7e minuut. En weer een doelpunt van Florian Josefsson. Verrassend dus de voorsprong voor RKC in het Abelenza Stadion. Hier wel handig verlengd nu door Finn Bogason. Meteen de gelijkmaker wellicht van Marecek. Redding zoet. Van Anholt. Finn Bogason voor het doel. Daar komt nu ook Marecek. Dat is een goede combinatie. Bal is nog aangeraakt. Daar is bijna de gelijkmaker van Finn Bogason. Toch ook een gevaarlijk spel van Drost. Die zo het koppen voor Finn Bogason niet al te makkelijk maakt. De wil is er wel bij Heerenveen. Maar het vermogen om RKC stuk te spelen nog niet. De bal schiet door bij Gouwenleeuw. En dan is Chevalier op weg. Ja, op weg naar wat? Om haar een paas op Josefsson. Maar die paas is niet al te best. Dan neemt de ontevredenheid op de tribune wat toe. Bij bekende en minder bekende Heerenveen supporters. De Ridder. Eén man kwijt. Kums. Van La Parra. Eindelijk komt hij eens aan de bal van La Parra. Maar al te veel hebben we hem nog niet gezien. Finn Bogason. Kums. Van La Parra. Laatste minuut van de eerste helft. Massaal is RKC terug. Maar hier toch de kans. Zo, Finn Bogason. Gouwenleeuw. Net als voorrust veel balbezit voor Heerenveen en RKC. Dat flink inzakt. Maar in de omschakeling vaak wel heel gevaarlijk is. Josefsson op weg naar 2-0. Nee. Niet zijn tweede doelpunt van de avond. Maar dat had hem wel moeten zijn voor RKC. Goed gevoetbald. Geen buitenspel voor Chevalier. Ja, krijgt de bal niet mee. Paas richting Josefsson. Josefsson 2-0. Wat staat Van Anholt daar te doen? Die kijkt naar de bal, maar heeft geen enkel oog voor Florian Josefsson. Die zo alsnog zijn tweede doelpunt van de avond maakt. 0-2. Gouwenleeuw. En weer terug bij Zuiverloon. Telkens dreigt hier heel gevaarlijk de counter. Chevalier los van Christian Koem. Chevalier, Josefsson komt eraan. Doet Chevalier het zelf? Chevalier en dan glijdt hij wat weg. En is hij dus niet in staat om die bal vol te raken. 2-0 voor, maar nog lang niet helemaal tevreden Koeman. Het ziet er toch allemaal rooskleurig uit voor de ploeg van Erwin Koeman. Chevalier heeft Josefsson bij zich. Boukari aan de linkerkant. Chevalier, paasje tussen de benen door. Boukari. Zo verzuimt RKC toch ook om op 3-0 te komen. Kan het zelfs aan het doelsaldo gaan werken. Banjar, Josefsson spelen met vertrouwen na zijn twee goals. Florian Josefsson had misschien nog wel wat passen kunnen maken voordat hij tot dit schot kwam. Wanhopige blikken op de tribune in het Abelenza Stadion. Kijk eens. Gouwenleeuw. Handig gedaan. Papa. En dan krijgt Martina de bal zo'n beetje op zijn rug. Gouwenleeuw en Van La Parra. En als je dan toch al een kans moet zoeken van Heerenveen in de tweede helft, dan was dit er misschien wel. Het zou een toevalstreffer geweest zijn. 3 minuten extra tijd zijn ingegaan. Braber stuurt Chevalier weg. Lieder, koud in het veld, staat voor het doel. Chevalier wil het denk ik zelf doen. Chevalier, wie schiet hem erin? Snijder. En Lieder. En dan heeft Van der Bussen de bal te pakken. Wat een kansen heeft RKC vanavond eigenlijk nog laten liggen. Het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Ed Jansen.
RKC wint dik verdiend in het Abel Enstra Stadion met 2-0 door twee goals van Florian Jozefsoon. En RKC boekt bovendien de eerste uitzege van het seizoen. De eerste uitzege sinds 5 februari.